Trouwens, voordat ik het vergeet natuurlijk, moet ik alle luisteraars een voorspant. Dit is de volgende week. We zitten al in het nieuwe jaar natuurlijk. Zeker weten, ja. Dus ik wens iedereen een voorspoedig 24. Laat het in godsnaam niet zo'n klote jaar worden als 23. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Als we weer zo'n rotjaar zouden krijgen. Want dat was het toch wel. Dat bedoel je in politiek opzicht? In puur politiek opzicht. Want je weet dat de economen, die zijn in wat betreft 2023 volledig verschut gegaan. Omdat die allemaal natuurlijk een forse recessie hadden voorspeld die helemaal niet gekomen is. Nou, we zitten wel in een recessie, alleen het gaat met de economie gaat het goed. Ja, precies. We zitten in een recessie, begreep ik. Omdat het zo goed ging dit jaar dat de mogelijkheden eigenlijk om voor snelle groei een beetje uitgeput waren. Ja. Want we zitten natuurlijk permanent met een zodanig gespannen arbeidsmarkt dat we geen kant op kunnen. Daarom is het ook eigenlijk, hoe komisch is het voornemen van een eventuele nieuwe regeringsploeg om de immigratie op nul te zetten of om de grenzen te gaan sluiten. Ik bedoel, daar word je toch wel een beetje, word je maar een beetje lacherig van. Ja, ja. Ja, en toen hebben we een kabinet gekregen wat er nauwelijks een jaar gezeten heeft. Wat ik, nou, ik begreep op een aantal terreinen een redelijke start had gemaakt. Nu krijgen we natuurlijk een kabinet met hele andere prioriteiten. Die, ik weet niet precies of ze daadwerkelijk het programma van de PVV of delen daarvan. Of ook trouwens van NSC van plan zijn daadwerkelijk uit te voeren. Want we weten wel zeker dat er zijn twee mogelijkheden. Namelijk of we gaan terug naar 50.000 migranten. Over de hele linie dus, hè, want dat zijn ook arbeidsmigranten, de hele Santekraam wordt hier dan op de korrel genomen. Dat kan, maar dat zou enorme schade aan de Nederlandse economie toebrengen. Misschien vinden ze dat een leuk ideetje om dan gewoon eens, gewoon eens 10% af te doen. We hebben in Nederland natuurlijk honderdduizenden mensen die in feite hier zijn als arbeidsmigrant. Dat zijn hele grote aantallen. Of het blijkt natuurlijk als spoedig dat allerlei mensen zeggen, joh, hou op met die flauwekul. Het zijn arbeidsmigranten, ze gaan weer terug naar Polen. Of althans, het deel gaat weer terug naar Polen. En we hadden het vorige week al over TNO. Dat natuurlijk, man, die zijn bleek weggetrokken. Kennismigranten. Ja, kennismigranten. Ja, die willen we ook niet. Weg daarmee. Ja, misschien hebben ze bij ASML al een paar plannen klaar om gewoon de zaak naar België te verhuizen. Het is maar een heel klein eindje daar vanaf Veldhoven naar België. Ja, dat zou ook wel geestig zijn. Het is, nou ja, de triomf van de dorpspolitiek, dat is het eigenlijk. We zijn geen dorp. Eigenlijk hopen we dat we een dorp zijn en dat we willen ook zo lang mogelijk een dorp blijven en dat vinden we gezellig en alleen maar oliebollen eten en zo. Maar jammer genoeg is dat niet zo. Nee. Sterker nog, we zijn een enorm succesvolle economie. Onder andere door een zeer omvangrijke arbeidsmigratie. Ja. En je zei net, Sigrid Kaag heeft ook die weerstand omdat ze een vrouw is. Maar Caroline van der Plas is natuurlijk ook een vrouw en die heeft dat veel minder. Ja, dat is een vrij groot verschil, zou ik zeggen, in culturele uitstraling tussen Sigrid Kaag en Caroline van der Plas. En ik zou zeggen, daar zie je direct dat natuurlijk voor de dorpspolitiek is mevrouw van der Plas echt een ideaal. Ik bedoel, als je van Central Casting zou komen en zou zeggen, ja, we gaan een film maken over dorpspolitiek in Nederland. Gezellig in het café, canasta spelen enzovoort. Dan zou je, en Sigrid Kaag meldt zich bij Central Casting. Dan zou je toch echt, nou ja, ze kan eventueel burgemeester worden, maar verder rest is ze totaal ongeschikt voor dit programma. En dan zou mevrouw van der Plas, die wordt onmiddellijk, wordt die, ik denk, cafébaas in het dorp. Hè? Daar kan ze, ja, ze zegt wat wij denken, hè? Dat is, daar gaat het om. En wat wij denken blijkt grotendeels dorps, xenofobisch enzovoort. Want het blijkt toch ook uit onderzoek dat de verkiezingsuitslag vrij sterk bepaald is door het idee dat we hier een stuk minder migratie moeten hebben dan we hebben. Maar dan Kaag spreekt dus de gewone man niet aan. Nee, dat is toch vrij duidelijk, dacht ik, of niet? Maar nee, dat begrijp ik. Had ze dat niet kunnen, want bij Rutte zie je ook dat hij dat op een hele charmante manier wel heeft gedaan, geprobeerd.
Ik weet niet, zou Rutte ook de gewone man aanspreken? Nou, wel meer dan Kaag. Ja, dat zeker. Door zijn grapjes en zijn humor en zijn benadering. Ja, zeker. Omdat natuurlijk Kaag ook een wat afstandelijke en arrogante indruk maakt. Maar daar kun je natuurlijk aan werken. Ja, ik vond dat nou juist zo lollig. Ja. Hè? Dat iemand die nou eens niet meedoet aan de Polonaise. Hè? Hoewel ze op een tafel sprong en gejuicht heeft, heb ik begrepen bij de verkiezingen. Ik heb ook wel eens documentaires over haar gezien in haar privé situatie en met haar mannen en haar kinderen. En dat is ook een hele andere Kaag dan wat ze in de Tweede Kamer is. De koekoek, maar dat geldt natuurlijk al voor heel veel mensen die in het openbaar optreden. Ja, maar dat laat dus zien dat ze het wel in zich heeft en dat ze het dus ook kan uiten. Ja, je weet dat ik wel altijd afverschilde. Dat is een cynische somberman. Moet je thuis gaan vragen, joh. Dan ben je de verantwoordelijkheid zelf. Ja, wat ik niet al zing, joh. Kom zingend het bed uit. Ik sta zingend onder de douche, urenlang. Ik ben echt het zonnetje in huis. Maar even een kleinigheidje te zijn en ik ben daar weer met mijn gezellige opmerkingen en mijn ontzettend lollige gedrag. Altijd cadeautjes, altijd alles wordt bij ons gevierd, dubbel gevierd. Niet één keer Sinterklaas, we vieren vaak drie keer Sinterklaas in de loop van het jaar. Het is geweldig, werkelijk. Je hebt ook wel eens gezegd van thuis ben ik nog uitgesprokener dan dat ik in de media al ben. Ja, zeker. Ik zeg vaak dingen. En dan zegt mijn vrouw, ik hoop dat je dat niet in het openbaar zegt. En ik hou me ook wel een beetje in. Ja. Ik zal niet om voorbeelden vragen. Nee, dat is wel heel verstandig om dat te doen. Ja. Maar het is bij Kaag natuurlijk jammer dat het inhoudelijk een hele sterke persoon is. En dat ze dan toch op haar uiterlijk vertoon zo wordt afgerekend. Dat is toch wel heel zonde. Ja. Je weet, op uiterlijk vertoon word je altijd. Ik word ook afgerekend op uiterlijk vertoon. Ja, maar bij Kaag is het natuurlijk wel. Niemand heeft het over haar inhoudelijke inbreng. Terwijl ze natuurlijk niet achterlijk is. Maar goed, dat is eigenlijk het hele probleem ook van de social media. Dat er van argumentatie en inhoud eigenlijk zelden of nooit sprake is. Het is altijd schelden. In meerdere of in mindere gewelddadige zin is het altijd schelden. Hmm. En dan komt er ook nog een psychopaat met een fakkel in je voortuin staan. Ja, dan moet je denken, dan zou ik het ook wel gehad hebben, eerlijk gezegd. Ja. En wat ik, zij kon ook niet, wat dat deed me ook een beetje aan Job Cohen denken. Zij kon niet omgaan met die aanvallen van met name de rechtse partij. Precies. Ook Cohen had dat probleem dat hij eigenlijk een te nette en te aardige en te fatsoenlijke man is om in dat circus, niet waar. Laten we maar weer het Twitter-circus noemen, in het Twitter-circus mee te draaien. Maar ook in de Tweede Kamer niet, hè? Als Wilders of weet ik veel wie weer eens wat riep. Nee, dan... omdat natuurlijk ook de schofterigheid natuurlijk van Wilders zijn politieke commentaar. Ja, wat moet je daarvan zeggen als je zelf een fatsoenlijk mens bent? Ja. Meneer, ik vind u schofterig. Ja, dat helpt dan maar niks. Nee. Heeft ze volgens mij wel eens geprobeerd? Ja, ik denk dat dat eigenlijk weinig effectief is. Ja, je kunt negeren, ik heb geen idee, maar... Ja, nee, god, ik vind dat Wilders zich in tal van opzichten natuurlijk misdragen heeft op een zodanige wijze dat hij, wat mij betreft, zich gedisqualificeerd heeft voor bijvoorbeeld het minister-presidentschap. Ik heb daar geen behoefte aan. Nee.